Heerlijk, die ziel. Oh, heerlijke muziek. Goed, ik zit inmiddels even alleen in de studio met twee gasten. Jack en Allard zijn er even niet. Die zijn even de Roomba aan het dansen op het dak van het Visserijmuseum. Dus als u ze ziet, u hoeft niet de politie te bellen. Oh. Dat even duidelijk is. Oh, we gaan het hebben over een dingetje wat vandaag... Is dat een grap? Ja, voor de luisteraars die nu niet weten wat er aan de hand is. Onze stadsarchivaris is weer aangeschoven. Cornelis Groot. Ik doe even de inleiding. Goedenavond. Goedenavond. Ik doe even de inleiding. Vind ik een hele prettige man, die stadsarchivaris. Was net heel gezellig. Dank u wel. Mag ik even tussen beiden komen? Ja, ik wil eerst even de inleiding doen. Dat is voor de luisteraars, meneer. Tuurlijk. Ja. Ja. Eerst even de inleiding voor de luisteraars ook fijn. Dat ze weten waar het over gaat. We gaan het namelijk hebben over... Helder. Daar ga ik mee akkoord. Ja. En go. De granaat in de Efteling gaat het namelijk over. Bij bouwwerkzaamheden aan de nieuwe attractie in de Efteling is vanmiddag een granaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Hij is fijn. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft de granaat inmiddels verwijderd en meegenomen, zo meldt het pretpark. Mooi. Omdat de vondst in de buurt van het Efteling Theater werd gedaan, werd de voorstelling van de musical Droomvlucht van vanavond uit voorzorg afgelast. Het is gewoon een hele leuke musical met mijn kleinkinderen. U heeft ze al gehoord bij ons in de studio is meneer Van Draalte. Het blijkt dat u op een of andere manier betrokken bent bij de granaat. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Inderdaad. En ook bij ons is Cornelis Groot, de stadsarchivaris. Die is hier voor de nadere historische context. Klopt. Dat klopt? Ja. Dat is fijn. Exact. Ik wil graag beginnen bij meneer Van Draalte. Nou, vind ik leuk. Fijn dat u er nog bent. Ik vind het hartstikke leuk dat ik er ben. Ook. Inderdaad. Ik vind het gewoon ook fijn. En u bent er niet zomaar, want u heeft iets te maken met die granaat die is gevonden in de Efteling vandaag. Ja, ik was dus vandaag de krant aan het lezen, dus vond ik gezellig, vond ik leuk, vind ik fijn. Echt. Doe je vaker? Nou, ik was dus de krant aan het lezen en ik dacht, hé, wat krijgen we nou? Granaat in de Efteling. Toen viel het kwartje? Toen viel het kwartje, ik dacht, natuurlijk, al die jaren in de... Dat ik dacht van, hé, hoe of wat? En nou weet ik het. Maar dit help ik jullie niet mee, want jullie hebben geen idee wat er... Ja, wij wel, maar de luisteraars niet. Want het is zo, als ik het goed heb, bent u redelijk verantwoordelijk voor het plaatsen van die absoluut granaat. Verantwoordelijk is, meneer Van Draalt. Ik zal het even... Als enige. Ja. Kunt u dat onderbouwen, meneer De Groot? Nou. Dat kan ik, maar dat kan hij beter. Ik zal het even... Meneer Van Draalt. De tijden van de oorlog, toen ik dus echt werkzaam was voor het leger... Ja? En dat was gewoon heel leuk. Want, dat was leuk? Ik was gewoon heel vrolijk altijd. En ik ging dus ook naar de Efteling. U ging, toen u in het leger zat, met de hele bubs naar de Efteling? Ja, hadden we uitje. Mag ik even, ik moet even bijvallen hoor. Tuurlijk, leuk. Meneer Van Draalte is natuurlijk al op leeftijd, dus die heeft ook niet helemaal de feiten meer helder op een rijtje staan. Ja. In de tijd was de Efteling nog niet de Efteling. De Efteling was toen een speeltuin. Maar wel heel leuk. Met... een daaraan grenzend hospice. Inderdaad. Dat kunt u beamen? Ja. Ja. Fijn. Dat was zo ongeveer tijdens het eerste kabinet Den Uyl. En dat was een tijd waarin hospices overal in het land werden gevonden eigenlijk. Oké, interessant. Maar even terugkomen tot mensen, granaat. Dat mensen opeens echt kwamen en dachten, god, hé, daar is een hospice. Cornelis, nou even je bek houden. Ik moet even het verhaal vertellen over de granaat. Nou, vertel. Ik was dus in die speeltuin, achter Efteling gebeuren. Heel leuk. Hartstikke leuk. En ik was daar dus en ik dacht, hé. Gaat gewoon door, hè? Gaat gewoon door. Ik denk vandaag dat u een beetje tempo maken in het verhaal, want we zitten nu al heel lang in de speeltuin, maar er gebeurt niks. Nou, ik ging dus even wippen. Dat is niet, dat moet even duidelijk zijn. Met wie ging dat? Dat was met mijn maat toen. Nee, dat moet even verkeerd uit de context gehaald worden. Ik moet even ingrijpen. Komt. Ik kan bij deze beamen dat meneer Van Draalte niet homoseksueel is. Inderdaad. Hij bedoelde wippen in de zin van spelen op een speel. Foutje van mijn kant. Geeft niks. Gaat u door. Nou, ik dacht... Ja, gaat u door. Gezellig, ik ga wippen. En ik dacht van, hé, ik heb een granaat. En die had ik bij me. Ik dacht, hé... Gewoon in je broekzak. We moeten het in de context zien van de Vietnamoorlog, hè? Want mensen in de tijd droegen niet zomaar een granaat bij zich. We moeten het in de context zien van een oorlogssituatie. En ik dacht, hé, ik ga even wippen. Dat heb ik nu al 3 keer, maar ik word steeds onderbroken door mijn granaat. Wippen. Wippen op een toestel. Maar niet met seksuele context, zeg maar. U ging wippen. Ik ging wippen. Ga door. En, u ging wippen en toen, u vond een granaat in uw broekzak? Ja, die had ik
die had ik toevallig op mijn broekzak. Vond ik heel gezellig. Ik vind het gek. Geen seksueels granaat. Oké, het is nou duidelijk. Seksuele context laten we helemaal achterwege. Seksuele kont. Ik heb niet het idee dat we door dat onderwerp komen. Jongens, granaat. Hoe komt die granaat nou in de Efteling? Ik ging dus even daar gezellig spelen. Op Lippen dus. En ik dacht, hé, wat moet ik met die granaat? En die heb ik toen neergelegd. Die heb je gewoon neergelegd? Die heb ik daar neergelegd. En rustig neergelegd wel. Want anders was die al ontploft. Maar heb je hem begraven of zo? Ik heb hem gewoon neergelegd in het zand. Ja? En toen ben ik die helemaal vergeten. En nu blijkt dus dat die granaat altijd heeft gelegen. Maar weet u nou zeker... Leuk. Dat uw granaat is? Nou, omdat het precies... Ik hoorde van de plek ergens... Wat was het ook weer in het bericht? Precies 60 jaar geleden was het dat hij daar is geweest op die plek. Ja. Dus ongeveer ten tijde van de Tweede Vietnamoorlog... toen Hitler aan de macht was in Zuid-Ossetië. Dus vandaar dat wij dat heel juist kunnen typeren. Ja, en dat waar die nieuwe attractie dus wordt gebouwd in de Efteling... op dit moment, anno 2000... Cornelis, welk jaar is het? Het is 2012. Dat klopt. Okay. 2012. Op de kop af. Ja. Anno 2012 ja. Is die nieuwe attractie dus. En toen vonden ze hem op die plek waar ik hem neergelegd had. En ik ben dus helemaal vergeten. Stom. En nu komt het weer helemaal. Maar let wel mensen, u moet het zien in de context van de oorlogssituatie. Het was oorlog. Duitsers vielen Nederland binnen. Onder leiding van Ho Chi Minh. En... het was oorlog. Het was echt. Dus het was... Je zat daar nog te wippen, niets wetend. Vind ik fijn. Maar toch had je leuk. Wel het vermoeden van... het is oorlog. Dus, Ja, het was wel oorlog, maar ik vond het wel echt heel gezellig. En ik dacht, hey, als ik nu kan wippen, waarom ga ik niet wippen? Oké, het is me duidelijk. U ging wippen... Ik weet niet of het duidelijk is, want u bent heel vaak steeds... U komt met wippen in seksuele context. U zat op de wipwacht. Hou het in de bij de feiten, hè? Nee, later... u begint steeds over wippen met in seksuele kont. Dat moeten we helemaal niet hebben. Want daar gaat het niet over. Niet zomaar aannames maken, gewoon de feiten. Vietnamoorlog, Ho Chi Minh en de Duitsers vielen Nederland binnen. In dat tijd heel veel speeltuinen waren er. In de buurt van de hospices. En daar werd goed gebruik van gemaakt. Ja, en als u dat nou even goed onthoudt. Kijk, ik heb liever gewoon dat die twee mannen daar op het Visserijmuseum. Die zie ik nu al heel leuk dansen de hele tijd. Maar als die nou gewoon even dat gesprek ging voeren. Want dat is altijd van. Dat hoor ik altijd. Meneer Van Draalte, laten we rustig blijven. En even dit onderwerp serieus benaderen. Nee, tuurlijk. Ik ben hartstikke enthousiast. Laten we dat nu afspreken. Nee. Ja, bedoel ik. Cornelis Groot. Onhandig. Ja. Kunt u iets meer achtergrondinformatie geven van de situatie... Waarin op de plek ik zat. Waar meneer Van Draalte zat. Ja, dat wil ik ook wel eens weten, want ik ben licht dementerend ook. Meneer Van Draalte, wilt u nu even uw mond houden? Onderscheid ik twee verschillende types van informatie die ik daarover kan verstrekken. Ik kan achtergrondinformatie verstrekken en ik kan ondergrondinformatie verstrekken. Helder. Ik zou graag meer duidelijkheid willen over de oorlogssituatie... Alles ziet op het moment dat je granaat daar terecht is gekomen. Kan ik ook even doen hoor. Vind ik leuk. Nee, dat doet meneer de stadsarchivaris, want die zit daar nog. Maar ik ben heel enthousiast over het onderwerp. Het was mij ergens anders enthousiast. Ja. Mag ik even? Dank u wel. En go. Nee, ik bepaal zelf wanneer ik... Ik zeg ik heb. Dat vind ik vervelend. Geeft helemaal niks. Het geeft wel, want ik ben gast. En ja. Nou goed. Het spijt mij. Nou ben ik weer uit mijn verhaal. Oh, je was al begonnen. Goed. Sorry. Het was oorlog met Vietnamoorlog. Ho Chi Minh en de Duitsers vielen Nederland binnen. Precies. Meneer Van Draalte was zich op dat moment daar niet van bewust. Dus vandaar dat hij zijn tijd kon vervullen met het wippen op een wiptoestel. En niet in seksuele kont. Dat doet u het, hè? Ik zei niks. Nu begint u over de seksuele context. Oh, nou ligt het weer aan mij. Terwijl ik gewoon heel enthousiast over het onderwerp vertel. Ik hoor gewoon dat het helder is. U probeert mij woorden in de mond te leggen de hele tijd. Gadverdamme. Die oorlog, die was... Ja? Kan het? Cornelis, ga maar even vertellen. Die oorlog die was begonnen vanwege de finale van The Voice of Holland... In 1922. Ja. 1922, de finale van de Voice of Holland. Gewonnen door Greta Garbo. Ons allen bekend. Ja.
Nou, daar was Sugar Lee Hooper niet blij mee. Want die werd tweede. Als ik me niet... Of nee? Die werd tweede. Tweede of derde. En wat veel mensen niet weten is dat Sugar Lee Hooper in de tijd... Hè, dat is de, eigenlijk de hele andere... Ze is nu dood. Zal ik even voor de verhelderende... Meneer Van Draalt. Ze is nu dood en ze ligt begraven in Den Haag en omstreken. Nou, ik vind het heel fijn dat u dit even... voor ons aanschouwelijk heeft gemaakt. Sugar Lee Hooper was daar niet blij mee. Sugar Lee Hooper was daar niet blij mee, nee. Nee, en die was toevallig ook minnares van Ho Chi Minh. Dus wat deed Ho Chi Minh? Ho Chi Minh als trouwe minnaar, die viel de Nederlander binnen. En dan mag alles u voor het, de liefde. Ja, dan mag u kiezen van wat gebeurde er toen. Ik mag kiezen wat er toen gebeurde. Wat denkt u? Ik heb geen idee. Ik wel, zou ik het vertellen? Dat heb ik al gezegd. Toen zat meneer daar te wippen. Ja. Met een granaat. U zat te wippen met een granaat? Nee, ik zat niet met een granaat in mijn broekzak te wippen. Dat vind ik vieze gedachten. Dus niet, ik was niet aan het wippen in seksuele kont. Met... Doet u het weer. U doet het weer. U zegt sensuele kont. En u zegt niet context. En u moet context zeggen. En u zegt kont. En ik ben er nou helemaal klaar mee. Ik ga nu een liedje aankondigen. Want ik ben er nou helemaal zat. Hey, weet je wat? Nou? We gaan nu muziek luisteren. Een van de Stevie Wonder Stevie met Wonder Science gaan we naar luisteren. Science of the Love. Dat was toch... 1945 opgenomen. Heel mooi nummer. Ik heb totaal geen controle meer. Like a fool I went and stayed.